Waarom is roken zo verslavend? Vanuit de Fuse in Brussel, dit is de Universiteit van Vlaanderen. Wist je dat nicotine tot de 3 meest verslavende drugs ter wereld behoorde? Jawel, nicotine zit in het weinig benadigde plaatje samen met heroïne en cocaïne. En nicotine wordt bij ons meestal gebruikt onder de vorm van tabak en meestal onder de vorm van roken. En laat dat nu ook nog net een heel dodelijke vorm van druggebruik zijn. In België alleen sterven elk jaar meer dan 15.000 mensen te gevolgen van het roken. Maar zelfs die harde cijfers kunnen de roker niet doen stoppen met roken. Hoe komt het? Waarom is roken nu zo verslavend? Laat ik misschien even zeggen dat tabak eigenlijk geen nieuw plantje is. Al in 6000 voor Christus werden in Zuid-Amerika massaal veel tabaksplantjes gekweekt omwille van hun medicinale en genotseigenschappen. Er was zelfs een Azteekse god, Xochipilli, en die werd vereerd omwille van heel wat psychische effecten van planten. En daar staat onder andere de tabaksplant bij. Die werd vereerd, die plant. Men wist natuurlijk toen nog niks van schadelijke effecten van de tabak. Het is eigenlijk pas in de 16e eeuw dat tabak geïntroduceerd werd in Europa. En het is door Jean-Nicot de Villemain. Jean-Nicot de Villemain was een Franse ambassadeur in Portugal. En hij had ervoor gezorgd dat tabak binnenkwam tot aan het Franse hof van Catharina di Medici. Want Catharina di Medici die had een zoon, Frans II, die heel veel problemen had met migraine en hoofdpijn. En zij had gehoord van een medicinaal plantje in Zuid-Amerika en had gevraagd van dat te importeren tot in Europa. En Jean-Nicot de Villemain had dat gedaan en dat in de vorm van snuiftabak tot in het Franse hof gebracht. Maar Frans II had het wel gebruikt, maar had er niet veel baat bij wat betreft zijn migraine. Maar hij voelde er zich wel iets beter bij en hij werd er ook afhankelijk van. En later zijn nog andere leden van het Franse hof die snuiftabak beginnen gebruiken. En zo kwam het in heel Frankrijk tot heel Europa tot explosie en iedereen begon die tabak te gebruiken onder de vorm van snuiftabak of koudtabak of het roken, zoals we dat nu meestal kennen. Men is natuurlijk, zo snel het in Europa kwam, heel snel op zoek gegaan naar wat zijn nu die schadelijke of die medicinale stoffen in dat tabaksplantje. En we hebben daar heel lang op moeten wachten. Eigenlijk hebben we moeten wachten tot het einde van de 19e eeuw, tot we tot een echte doorbraak kwamen van welke stoffen zitten er in die tabak. En dat is eigenlijk een mooi verhaal, want dat heeft een heel mooi Belgisch tintje. Dus zeg, het is bijna helemaal Belgisch. Het is een Belgische wetenschapper, Jean Stas, die forensisch onderzoek deed naar de moord op de schoonbroer van een Belgische graaf. Die Belgische graaf had zijn schoonbroer vermoord omwille van het geld en die had dat gedaan met hoge concentraties van extracten uit de tabaksbladeren. En dat ging Jean Stas onderzoeken. En Jean Stas heeft heel wat schadelijke stoffen uit die tabaksplant kunnen extraheren, samen met nog wat andere farmacologen. En ondertussen kennen we meer dan 4000 schadelijke stoffen in die tabak. Maar Jean-Nicot was wel de eerste die eigenlijk de verslavende stof heeft kunnen isoleren. En dat noemde hij nicotine. Hij gaf die naam nicotine aan de Franse ambassadeur Jean-Nicot de Villemain. Toen wist hij eigenlijk ook nog niet dat dat nu de verslavende stof was. Daarvoor hebben we moeten wachten tot het begin van de 20e eeuw. En dan is men nicotine gaan vergelijken met een aantal andere stoffen in je lichaam. En zo kwam men ertoe dat nicotine heel erg gelijkt op een natuurlijk voorkomende stof in je lichaam, wat we noemen acetylcholine. Moeilijk woord. Acetylcholine is wat we noemen een neurotransmitter. Dat is een stof die ons zenuwstelsel gebruikt om prikkels door te geven aan andere zenuwcellen of aan spiercellen en dergelijke meer. Als u acetylcholine misschien niet zo goed kent, kent u wel de tegenhanger van acetylcholine en dat is adrenaline. Dat is een neurotransmitter die ervoor zorgt dat ons lichaam heel actief wordt en krachtig wordt. Acetylcholine als tegenhanger dan zorgt ervoor dat ons lichaam heel rustig wordt en ontspannen wordt. Nu lijkt het heel verschillend, nicotine en acetylcholine. En toch kan ons zenuwstelsel het onderscheid niet goed maken. Voor ons zenuwstelsel is het nu gelijk of er acetylcholine of nicotine is. Het zenuwstelsel ziet geen verschil. Maar dat betekent wel dat wanneer iemand nicotine in het lichaam krijgt, dat het zenuwstelsel ervoor zorgt dat de spieren terug rustig worden en je wordt ontspannen, net zoals bij acetylcholine. Dat is een mooi effect op zich. Ja, goed, dat gebeurde dan ook. Tot hiertoe niks mis. Denk wel even aan die 4000 andere schadelijke stoffen, maar tot daaraan toe.
Het wordt nog iets moeilijker. Acetylcholine, als stof in het lichaam, zal ervoor zorgen dat er weer een andere neurotransmitter in de hersenen wordt geproduceerd. En dat noemen we dopamine. Dopamine kent u misschien als een soort gelukshormoon, noemen we het soms. Het is niet echt een hormoon, het is een neurohormoon. Maar dopamine wordt geproduceerd hier vooraan in de hersenen. We noemen dat de frontale cortex. En daar zit ook ons beloningscentrum. En als iemand veel dopamine produceert, dan wordt hij gelukkig. Dan voelt hij zich heel goed. Even terug. Acetylcholine zorgt ervoor dat er dopamine geproduceerd wordt hier in de hersenen en je voelt je goed. Maar als acetylcholine dat kan, dan zal ook nicotine dat kunnen. Maar het wordt alleen maar beter met die nicotine. Je wordt er rustig van, je wordt er ontspannen van en je krijgt een goed gevoel. Wat is er nu zo slecht en waarom is dat nu zo verslavend? Dat het zo slecht is, wel, vergeet alsjeblieft niet dat nicotine dus één van die stoffen is naast de 4000 andere schadelijke stoffen. Maar toch eens eventjes hier over dat effect en waarom het zo verslavend is eigenlijk. Nu komt er eigenlijk iets heel moeilijks, een moeilijke reactie van je hersenen. Je hersenen die gaan eigenlijk op een bepaald moment proberen te compenseren voor de overmaat aan dopamine die geproduceerd wordt door in dit geval de nicotine-inname. Hersenen denken van, oei, er is ergens iets mis in het lichaam, er wordt te veel acetylcholine, nicotine, geproduceerd. Er wordt te veel dopamine geproduceerd. Wij moeten iets gaan doen. En de hersenen gaan zich iets minder gevoelig opstellen ten opzichte van die dopamine. Hoe gaan ze dat doen? Ingewikkeld proces. De hersencellen hebben wat we noemen receptoren. Dat zijn een soort ontvangertjes. En die kunnen al die dopamine ontvangen en een effect geven. En de hersenen zullen zeggen, wij gaan ons minder gevoelig opstellen door een aantal van die receptoren weg te halen. Dus we hebben er geen 100 meer, maar we hebben er nog maar 20. En zo zal dopamine minder effect hebben. Mooie compensatie. Er wordt te veel dopamine geproduceerd. Uw hersenen maken zich minder gevoelig. Zetten de thermostaat wat lager. Maar welk effect heeft dat nu? Wel, ik neem u mee naar de eerste roker. Een jonge man die onder invloed van vrienden, want anders gaat het niet, die gaat zeggen van ik ga toch wel eens een sigaret proberen te roken. Maar weet je, ik ga dat alleen doen in het weekend als ik uitga. Dan is dat toch niet zo erg. Misschien niet, we zullen zien. Dus die doet dat. En wat gebeurt er in het lichaam? Acetylcholine, hij komt tot rust. Dopamine, hij voelt zich goed. Na enkele sigaretten, want de eerste sigaret is voor iedereen heel slecht, maar na enkele sigaretten is hij daardoor geraakt door die slechte smaak en hij voelt zich wel oké. Maar wat gebeurt er? Die hersenen maken dat ze zich iets lager, iets minder gevoelig gaan opstellen voor de dopamine. Ze zetten de thermostaat al iets lager. En die beginnende roker die zegt van ik ga alleen in het weekend roken, de zogenaamde gelegenheidsroker, wellicht zit het er hier ook wel bij. In de helft van de week zegt hij van oh, ik heb precies toch terug zin in een sigaret. Eigenlijk is dat niet meer dan de hersenen die op dat moment zeggen van hey, we hebben ons nu minder gevoelig opgesteld voor dopamine en nu is die dopamine weg. Hallo? En dan krijg je eigenlijk een soort craving. Je zegt van, ik wil die stof terug. En die roker zegt van, weet je wat, ik ga alleen in het weekend en woensdag een sigaret roken. Dat is niet veel, hè. Twee per week. Nee, geen probleem, hij doet dat. Iedereen tevreden, hersenen tevreden, lichaam tevreden. Maar de hersenen zeggen van, terug meer dopamine, wij maken ons nog wat minder gevoelig. En die roker die gaat na zijn weekend maandagavond al zin krijgen in een sigaret. De hersenen roepen om dopamine. En de roker zegt, weet je, elke avond één, dat is toch niet zoveel. Elke avond één, dat is geen probleem. Maar doet het. Iedereen tevreden. Hersenen maken zich weer wat minder gevoelig en hij krijgt maandagmiddag al zin. En zo gaat dat verder en verder en verder tot een gemiddelde roker komt aan 15 tot 16 sigaretten per dag om zich terug te voelen zoals hij zich voelde voordat hij ooit gerookt heeft. Want vergeet alsjeblieft niet, je blijft je niet goed voelen van roken. Nee, je voelt je eventjes goed en je hersenen compenseren voor iets minder goed. En dan moet je diezelfde hoeveelheid terugnemen om je terug op gelijke niveau te brengen. Dus zo zal een gemiddelde roker eigenlijk tot 15 tot 16 sigaretten per dag gaan. Meer zal dat niet meer worden, want op dat moment staat de thermostaat van je dopamineproductie of dopamineontvanging in de hersenen eigenlijk op het laatst. En laat het nu nog eens een probleem zijn. Dat zich minder gevoelig opstellen van de hersenen, dat gaat heel snel. Dat is kwestie van weken of maanden. Na enkele weken of maanden ben je dus verslaafd. Maar het omgekeerde, dat de hersenen hun thermostaat alsjeblieft terug hoger willen zetten en terug meer receptoren willen gaan creëren, dat duurt jaren tot zelfs nooit meer. Dat is ook de reden waarom een roker zelfs bij het stoppen na verloop van jaren toch nog altijd die craving heeft en die zin van oh, had ik nu toch maar eens een sigaret. Die hersenen blijven eigenlijk roepen. Mag ik eindigen met toch even terug naar de harde cijfers te gaan? En naar de harde cijfers die zeggen dat er in België 15.000 mensen per jaar sterven het gevolg van het roken. Dat zijn er meer dan 50 per dag.
mag ik ook zeggen dat in de sigaret meer dan 4000 schadelijke stoffen zitten die allerlei slechte effecten op je lichaam hebben. Nicotine is er daar één van. En laat ik dan ook nog eens opnieuw zeggen dat nicotine tot de 3 meest verslavende drugs ter wereld wordt. En dat het ervoor zorgt dat je lichaam bedrogen wordt en dat je hersenen altijd maar opnieuw gaan roepen om die stoffen terug binnen te krijgen. Dat is denk ik genoeg reden om te zeggen van die sigaret, laat ze alsjeblieft links liggen. Gebruik ze nooit of nooit meer.